Dan geef ik nu het woord aan de heer Klaver. Afgelopen jaar was een wild jaar. Met veel hoogtepunten en heel veel dieptepunten. Al die aanslagen die we hebben gezien. Maar ook nieuwe hoop, omdat we erin zijn geslaagd om als wereld een nieuw klimaatakkoord te sluiten. En afspraken te maken over het aanpakken van klimaatverandering. Dat vind ik uniek. Veruit het belangrijkste thema. Al die mensen die proberen huis en haard te verlaten om een veilige plek te zoeken. En ik heb me echt kapot geërgerd aan de manier waarop het debat daarover wordt gevoerd. Dronken asielzoekers vallen regelmatig jonge kinderen lastig. Ze hebben een grote bek en ze staan in het openbaar hun behoefte te doen. Het viel te verwachten. Hij begint met lijstjes. Dus ik heb ook een lijstje vandaag. Hakenkruis en refugees fuck you in Tolen. Eigen volk eerst. Een huis van een Syrisch gezin beklad in Deventer. Ik ga deze incidenten niet in de schoenen schuiven van de heer Wilders. Dit zijn namelijk incidenten. Maar om dan te doen alsof alle vluchtelingen criminelen zijn. Of als ik zou doen, alsof alle mensen die kritisch zijn op vluchtelingen racisten zijn. Dat is allebei even erg en dat zou de heer Wilders niet moeten doen. Ik strijd al vele jaren tegen belastingontwijking. En toen ik er net mee begon, hoorde je vaak, ach ja, belangrijke strijd, maar gaat het nou wel lukken? Want het is een wereldwijd probleem. We kregen de Panama Papers. Adviseurs helpen miljonairs wereldwijd om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Nu staat Den Haag op zijn achterste poot. Niet genoeg wat mij betreft. Totaal krankzinnig. En Nederland speelt daar een hoofdrol in. Volgend jaar wordt een spannend jaar. Het is een verkiezingsjaar. Er staat heel veel op het spel. Als volgend jaar Wilders en Rutte de verkiezingen winnen, dan verliest Nederland. Dan wint de verdeeldheid boven eenheid. Komend jaar is cruciaal om ervoor te zorgen dat we eindelijk die omslag gaan maken naar een moderne samenleving, naar een moderne economie. Dat we niet blijven hangen uit angst om iets te verliezen, hoe we het in de 20e eeuw regelden. Dit is het moment om de omslag te maken naar de 21e eeuw. We moeten ervoor zorgen dat kinderen in het onderwijs kansen krijgen, dat we goed voor onze ouderen zorgen. Er hangt verandering in de lucht. Het is cruciaal dat komende verkiezingen dat we winnen.